Waar ik het met name nu over wil hebben is het feit dat veel CVS-ME-patiënten gewoon last hebben dat het hart in rust te snel klopt. Daarnaast kun je ook hartkloppingen voelen als het hart overslaat of als het hart onregelmatig slaat of dat het eventjes op hol slaat. Maar dat wordt dus in college 3 besproken. Waar ik het nu over wil gaan hebben is het feit dat bij CVS-ME-patiënten de hartslag in rust gewoon te hoog kan zijn. Wat valt er te zeggen over het hartritme in rust? Ten eerste, bij gezonden, dus zonder CVS-ME-klachten, is er een enorme variatie van de hartslag. Bij sommige mensen kan de hartslag zo 50 slagen per minuut zijn. Bij anderen is die normale hartslag 75 tot 80 slagen per minuut. Dat is voor elk individu verschillend. En dat is dus gewoon normaal. Maar bij patiënten met CVS-ME-klachten kan het dus voorkomen dat de hartslag hoger is dan verwacht. En er zijn inderdaad onderzoekingen geweest dat de hartslag in rust bij CVS-ME-patiënten gemiddeld hoger is dan die van gezonden. Daarbij ook weer aangetekend, er is nogmaals een hele grote variatie. Maar bijvoorbeeld als een patiënt een hartslag in rust van boven de 100 heeft en dat komt voor, dan is dat uiteraard een sterk abnormaal gegeven. Daarnaast is het ook belangrijk dat het niet alleen een fenomeen is wat overdag optreedt. En onderzoeken hebben namelijk ook aangetoond dat bij CVS-ME-patiënten de hartslag ook 's nachts, terwijl ze rusten en slapen, dat daarbij de hartslag ook hoger is dan de gezonde. Dus het is een reëel fenomeen bij CVS-ME-patiënten. Er zijn meerdere factoren bij betrokken. Ten eerste is het zo dat het hart, en met name het hartritme, wordt bepaald door 2 hersenzenuwen. Een stimulerende hersenzenuw en een hartslagremmende hersenzenuw. Deze 2 zenuwen worden respectievelijk de sympathicus en de nervus vagus genoemd. De sympathicuszenuw zorgt voor versnelling van het hartritme. En de nervus vagus zorgt voor remming van de hoogte van de hartslag. En de balans tussen die 2 zenuwen, dat bepaalt hoe hoog op een gegeven moment, onder welke omstandigheid, het uiteindelijke hartslag is. Dus als de sympathicuszenuw, ook wel de stresszenuw genoemd, als die sneller gaat vuren, gaat het hartritme omhoog. Maar aan de andere kant, omdat het tegelijkertijd ook de nervus vagus het hart afvuurt, kan het ook zijn dat als de nervus vagus trager gaat vuren, zonder dat er een verandering optreedt in de frequentie waarmee de stress- of sympathicuszenuw vuurt, dat daardoor alleen al ook de hartslag hoger wordt. Dus het is in feite gewoon een balans tussen deze 2 zenuwen. En elke verstoring van de balans of verandering van de balans leidt dus tot een andere hartslag. En in geval van CVS-ME-patiënten is zowel aangetoond dat de sympathicus actiever is, maar ook dat de nervus vagus minder snel vuurt ten opzichte van gezonden. Dus beide factoren spelen hierbij een rol. Dat is oorzaak nummer 1. En oorzaak nummer 2 is de aanwezigheid van stresshormonen in het bloed, ook wel catecholamine genoemd. Deze hormonen in het bloed die verhogen in feite de hartslag. En het is inderdaad gewoon bij patiënten met CVS-ME-klachten aangetoond dat de hoeveelheid catecholamine die zich in het bloed bevinden hoger zijn ten opzichte van gezonden. Dus ook deze factor draagt dus bij aan de verhoging van de hartslag. Een derde en interessante factor is het volgende, dat aangetoond is bij CVS-ME-patiënten dat de hoeveelheid bloed in het lichaam minder kan zijn. Daar waar gezonde, uitgaande van een gemiddeld postuur, ongeveer 5 liter bloed in het lichaam hebben, is aangetoond in meerdere onderzoeken dat het de hoeveelheid bloed in het lichaam verminderd kan zijn. En ik heb zelf daar ook in het verleden onderzoek naar kunnen doen. En het was zelfs zo dat bij 1 patiënt 1/3 minder bloed in het lichaam aanwezig was. Dat kun je aantonen met allerlei ingewikkelde technieken.
maar dat staat er nu even buiten. Als er minder bloed in het lichaam rondcirculeert, dan zal ook de hartslag, dan zal ook de hoeveelheid bloed wat naar het hart komt, per slag gewoon minder zijn. Dus per slag wordt ook minder bloed door het hart uitgepompt. Wel nu, de hartslag en het hart is één, maar de hoeveelheid bloed wat het lichaam vraagt, wordt met name bepaald door de vraag naar zuurstof en voedingsstoffen van alle organen bij elkaar. Dus als de hoeveelheid bloed per hartslag op een gegeven moment minder is, de hoeveelheid bloed per slag minder is, dan moet op een gegeven moment om een zekere hoeveelheid bloed aan te leveren aan het lichaam, moet het hart de hartslag verhogen. En dat is de oorzaak nummer 3. Dus bij patiënten, waarschijnlijk ten gevolge van de verminderde hoeveelheid bloed in het lichaam, zal de hartslag omhoog gaan om te compenseren voor deze verminderde hoeveelheid bloed die het hart per slag uitpompt. En tenslotte, dat is ook heel vaak aangetoond, patiënten met CVS-ME hebben in feite gewoon een verstoord immuunsysteem. En het immuunsysteem is heel vaak geactiveerd. En het activeren van het immuunsysteem gaat gewoon gepaard met een verhoging van de hartslag. Dus dit is oorzaak nummer 4. Samenvattend dus de hersenzenuwen, de hoeveelheid stresshormonen in bloed, de hoeveelheid bloed in het lichaam en tenslotte gewoon de activatie van het immuunsysteem zorgen dat de hartfrequentie in rust sowieso verhoogd is. Wat is er aan die hoge hartslag te doen? Ten eerste is het belangrijk om andere oorzaken van een verhoging van de hartslag, als mensen daar tenminste last van hebben, om andere oorzaken uit te sluiten. Dus het is verstandig als je voelt dat de hartslag verhoogd is om toch de huisarts of de specialist je te laten onderzoeken. Want bijvoorbeeld bloedarmoede, een te snel werkende schildklier, nervositeit, al dit soort oorzaken kunnen sowieso de hartslag doen verhogen. Dus dat moet als eerste uitgesloten worden. Als dat op een gegeven moment eenmaal uitgesloten is en het is dus een intrinsiek een onderdeel van de aandoening, dan zijn er in feite gewoon twee mogelijkheden. Ten eerste is het dus zo dat je kunt zeggen van nou met geruststelling van ik weet dat het bij me hoort, ik weet dat dat er een onderdeel is van het CVS-ME-probleem. Als je daar niet al te veel last van hebt, dan zou ik zeggen geruststellen en geen medicatie. Maar als mensen daar heel veel last van hebben, dan kun je met hartslagverlagende medicatie, zoals beta-blokkers, zoals metoprolol, calciumantagonisten, zoals verapamil en een hele nieuwe ifabradine, kun je proberen de hartslag te verlagen. En dat is succesvol, maar er is één maar daarbij. Als de hartslag verhoogd is vanwege het feit dat er verminderde hoeveelheid bloed in het lichaam is, als je dan de hartslag verlaagt, dan verlaag je daarmee ook de circulatie en de hoeveelheid bloed wat het hart uitpompt. Dus het is, of het kan, een tweesnijdend zwaard zijn. Maar bij sommige mensen is dat niet het geval en heeft het meer te maken met een activatie van het zenuwstelsel van de hersenen. En bij die mensen kan het wel helpen. Dus 1. Als er niet al te veel klachten van zijn, wat mij betreft gewoon niks aan doen. 2. Als het zeer hinderlijk is, met medicamenten proberen en nauwlettend in de gaten houden of deze medicamenten het gewenste effect hebben. Ten slotte gaat het over het bonkend gevoel van het hart. Waar komt dat nou precies vandaan? Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn de hoeveelheid stresshormonen, de catecholamine in het bloed verhoogd. En deze verhogen niet alleen de hartslag, maar verhogen ook de samentrekkingskracht van het hart. Dus het hart kan veel krachtiger per slag kloppen. En dit kan gevoeld worden door patiënten. En ten tweede is het zo dat heel vaak bij een krachtige hartslag, als het ware het hart tegen de borstkas even aantikt. En dat kan naast een onaangenaam gevoel, kan zeker een gevoel van bonken veroorzaken. Dus het is een onschuldig verschijnsel, het is een normaal verschijnsel en hangt dus samen met de toename van de contractiekracht van het hart.